Welkom, beste kijker, bij een nieuwe uitzending van Het Vlaams Belang. Onze vrijheid wordt al meer dan een jaar beperkt door de coronamaatregelen, waarvoor nochtans geen wettelijke basis voorzien is. Zo oordeelde vorige maand nog een Brusselse rechter. Minister voor Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, zegt al maanden dat er een pandemiewet komt en nu deze er bijna is, blijkt het toch nog een fiasco te zijn. Mijn eerste gast vandaag is Barbara Pas, fractieleider voor het Vlaams Belang in het federaal parlement. Dag Barbara, dag. Welkom. Morgen is het 30 april, dat is een belangrijke dag voor minister Verlinden en ook voor ons. Kan je dat even toelichten? Ja, dat klopt. Die Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft geoordeeld dat er geen wettelijke basis is voor alle maatregelen in zaken corona die vandaag lopen. En dat er vanaf 30 april een dwangsom elke dag zal moeten betaald worden zolang die maatregelen zonder wettelijke basis nog doorlopen. Dus heeft de regering twee opties. Eén, ze zijn in beroep gegaan. De rechtbank zal op 18 mei beslissen of zij al dan nog gelijk krijgen. Maar als zij geen gelijk krijgen, moet er tegen 18 mei die wettelijke basis wel zijn. Want anders gaan zij die dwangsommen zeker moeten betalen. Want momenteel is er helemaal geen pandemiewet. Zal de situatie dan echt verbeteren wanneer er wel een pandemiewet is? Ja, de pandemiewet die vandaag voorligt, staan gelukkig een aantal goede elementen in ook. Maar het is voor ons onoverkomelijk omdat het ook een heel groot gevaar inhoudt. Het staat open voor excessen omdat de definitie van die epidemische noodsituatie die het parlement kan uitroepen veel te ruim omvat is. Dat zet de deur open naar misbruiken allerhande. Er is totaal geen rol voorzien voor de deelstaten. Wel voor onverkozen gouverneurs die sheriff kunnen spelen in hun provincie, maar de deelstaten, daar houdt men geen rekening mee. En wat nog veel erger is, het parlement kan nu wel volgens die pandemiewet een epidemische noodsituatie uitroepen, daarover stemmen, daarover een debat voeren. Maar alle maatregelen die daar maandenlang zullen uit voortvloeien, zoals dat nu met die coronapandemie is, verregaande maatregelen, tegen grondwet in, de avondklok, noem maar op. Over al die maatregelen is er geen enkele garantie van debat voorzien in die pandemiewet. En al zeker geen stemming, geen goedkeuring van het parlement. En dat vinden wij absoluut niet kunnen. Ja, het Vlaams Belang wilde dat alle maatregelen besproken en gestemd worden in het parlement. Zo hoort het in een democratie. Zo doet men het al een jaar niet. En dat zijn zaken die voor ons niet kunnen. Een debat houden in een parlement is het allerminimum. Dat zou alleen maar de duidelijkheid van die maatregelen ten goede komen. Maar als men verregaande, vrijheidsinperkende maatregelen neemt, dan is het aan een parlement, in een parlementaire democratie, aan dat hoogste orgaan om daarover te beslissen en niet aan een of andere minister die de grondwet denkt te mogen negeren. Ja, maandag wordt het wetsontwerp verder besproken in het parlement. Dus ja, men wil het er heel snel doorjagen om toch voor maar 18 mei gestemd te zijn. We moeten er eerst een jaar op wachten en dan moet het snel door het parlement. Maar ik had van deze regering niet anders verwacht. Ja, je blijft het dus opvolgen. Dank je wel, Barbara. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Ja, en dinsdag was het 14 jaar geleden dat Karel Dillen overleed. Zijn dochter Marijke Dillen en Tom van Grieken herdachten de eerste voorzitter van het Vlaams Blok. ...27 april 2007. Dat is de dag dat onze stichter Karel Dillen overleed. En sinds ik voorzitter ben, heb ik er een erezaak van gemaakt om altijd op deze datum bloemen gaan neer te leggen bij zijn graf. En ik doe dat niet omdat ik mij graag wentel in de nostalgie van het verleden. Nee, ik koester dat verleden omdat we lessen kunnen leren uit dat verleden voor een betere Vlaamse toekomst. En ja, ook onze partij staat soms voor keuzes en of we links of rechts af moeten. En dan denk ik altijd aan de wijze woorden van Karel Dillen waarin hij zei: dwingt het lot u ooit te kiezen tussen pitbull of schoothondje, wees dan de pitbull. En daar is het Vlaams Belang al sinds dag 1 pitbull in de Vlaamse politiek, de schrik voor het establishment. Het is vandaag de sterfdag van papa en Tom heeft sinds het begin van zijn voorzitterschap er een mooie traditie van gemaakt om ieder jaar een bloemstuk te komen neerleggen op zijn graf. Wij als familie, wij waarderen dit bijzonder. Ik denk dat Karel Dillen trots zou zijn, moest hij kunnen zien hoe zijn partij vandaag bloeit en groeit.
Waar het dan weer minder goed gaat, dat is bij het Belgisch leger. Mijn tweede gast vandaag is Annick Pontier. Dag Annick, welkom. Jij bent federaal parlementslid en lid van de commissie Defensie. Vorige week veroorzaakte het leger een grote brand in Brecht met enorme natuurschade als gevolg. Mensen moesten hun huizen verlaten en ik heb het opgezocht. Ik woon zelf op 80 kilometer van Brecht en tot bij ons konden we het echt ruiken. Wat is er gebeurd? Wel, nabij het natuurgebied in Brecht is er natuurlijk ook het militair domein gelegen waar onze militairen, onze strijdkrachten op regelmatige basis schietoefeningen organiseren. Dat is natuurlijk op zich geen probleem, maar we hebben ook gezien dat voor de periode voor vrijdag dat er toch wel een droge periode is geweest. Als we dan de droge gewassen die er op het terrein staan ook in oogenschouw nemen, samen met de schietoefeningen, ja, dan hoeft het niet te verbazen dat er eventueel een brand kan ontstaan. We hebben dat helaas mogen aanschouwen. De rest is geschiedenis, zo gebleken. Maar had het leger dat dan zelf niet kunnen voorzien en beter voorbereid zijn? Ja, men zou kunnen verwachten natuurlijk dat militairen daar goed op voorbereid zijn op zulke incidenten, op zulke risico's ook. En het is zo dat Defensie ook voorziet in een brandbestrijdingsapparaat in tijden van nood. En dat zou normaal ook zo geweest zijn in Brecht, waren het niet dat de enige brandweerwagen die daar ter beschikking staat voor Defensie, dat die buiten dienst is omwille van onderhoud. Dat ook de twee militairen die normaal gezien die brandwagen kunnen bedienen, dat die al 5 jaar met pensioen zijn, stel u voor. En dat bijkomend, als klap op de vuurpijl, vergeef mij de uitdrukking, dat we zien dat de blushelikopters die normaal gezien moeten in dienst ingezet worden bij de brandbestrijding, dat die eigenlijk niet uitgerust zijn met de juiste waterzakken. Dat die waterzakken eigenlijk te groot zijn voor het type helikopter. Ja, als men al die factoren samentelt natuurlijk, dan hoeft het niet te verbazen dat men niet voorbereid is op zulke risico's. En dat is alleen maar jammer. We hebben wel gezien dat Defensie natuurlijk achteraf uitgebreid zijn excuses heeft aangeboden. Dat is ook terecht en dat is goed. Maar buiten het intern onderzoek dat ze zeggen te gaan leiden, ja, zien we eigenlijk weinig dat op dit moment zulke problemen zou kunnen voorkomen in de toekomst. Wij betreuren dat. We vinden dat allerminst voldoende op dit moment. Ja, dus excuses zijn niet voldoende en een intern onderzoek ook niet. Nee, zo goed bedoeld, hoe goed bedoeld de excuses ook zijn van Defensie, het intern onderzoek zal nooit alle factoren blootleggen die aan de basis liggen van dit incident. We hebben ook gezien dat het parket ook een onderzoek heeft in gang gezet. Maar ja, het parket focust natuurlijk alleen op de strafrechtelijke zaken en niet zozeer op de politieke verantwoordelijkheden. En die zijn er toch wel degelijk. Als we kijken naar de procedure, is die gevolgd? Moest er geen andere procedure voorzien worden? De situatie met de brandweerwagen die buiten dienst is, de blushelikopters, enfin, noem maar op. Ja, dan lijkt het me toch niet. Dan is eigenlijk de enige conclusie die we hier kunnen trekken dat dit alleen maar heeft kunnen gebeuren door de jarenlange onderinvesteringen bij Defensie, systematisch. En het is niet alleen de huidige minister van Defensie die daarvoor verantwoordelijk is, maar ook alle voorgaande ministers van Defensie die het beleidsdomein eigenlijk altijd hebben behandeld als sluitpost van de begroting, met alle gevolgen van dien op lange termijn. En dat hebben we helaas met dit incident kunnen aanschouwen. Ja, hopelijk leren ze er iets uit en zal het in de toekomst niet meer gebeuren. Wel, ik hoop dat ook, zeker voor onze veiligheid. Ik denk dat het goed is dat het Vlaams Belang opnieuw aankaart dat onze militairen, onze defensie, onze veiligheid alleen maar kan gediend zijn met voldoende middelen om zowel op personeelsvlak trouwens als op materieel vlak dat we daar onze veiligheid moeten kunnen garanderen. Oké, ja. Bedankt Annick. Graag gedaan. Zo, beste kijker, zo zijn wij ook aan het einde van deze aflevering gekomen. Graag tot een volgende keer.